Naar Eindhoven ging via Forum. Hoe is het in Forum heen gegaan? Ja, op zich hartstikke goed. Enige nadeel wat ik zelf ik niet had verwacht is dat het met name voor de marathonkilometers, er zijn weinig lange stukken om vlak te lopen. Dus ik heb bijvoorbeeld een training met 3x15 minuten in marathontempo, die heb ik op de baan gedaan. Ook ik kreeg wat last van het klimmen, dalen en het onverharden van mijn heup. Die nu ook blijkt scheef te staan volgens de fysiotherapeut. Maar vandaar dat ik best wel op de baan heb getraind. En dat is niet echt marathonspecifiek. Dus dat is niet perfect. Maar opgeteld aan de andere kant mag je niet klagen als je 2 weken lang hardloper bent. In plaats van in mijn geval consultant. Dan kun je hardlopen en uitrusten. Dus wat dat betreft prima. En kriebelt al Eindhoven toen je terugkwam? Nou ja, dat kriebelt eigenlijk nu al een week of 45. Dus eigenlijk al vanaf de dag dat ik daar vorig jaar op 11 oktober finishte. En nu nog 5 weken. En goed, ik denk er iedere dag aan. Dus duidelijk, dat moet hem gaan worden. Weet je al wat je gaat doen? Waar je op weg gaat? Nou, het zal wel weer een PR willen zijn, denk ik. Ja, duidelijk een PR. Nou, ik heb inmiddels deze week met Tim Tikano, onze Keniaanse Nederlander van onze groep, die ook in Eindhoven gaat lopen, we hebben besloten allebei te starten op halverwege 1:11 rond. Dus dan kom je op 30 kilometer 1:40:59 zeg maar door. En dan heel hard doodgaan en kijken of het misschien onder de 2:24 kan worden. En dan ga je dit jaar, gaan ze je weer 0:40 toebedelen? Daar heb ik nog niks van gehoord, maar dat heeft er ook mee te maken dat Luc ook meeloopt. En die heeft duidelijk al toch nog wat meer aanspraak om in Eindhoven met 0:40 te lopen dan ik. Dus het zou me niks verbazen dat ze hem aan Luc geven. En ook Luc die wil ook nog stiekem volgens mij, die heeft gewoon te kennen gegeven, die gaat onder de 2:20 lopen. En hoe ik zijn vorm nu kan worden, dan gaat hem dat ook nog wel lukken ook. Dus dan wordt hij ook eerst de Eindhovenaar, om het zo te noemen. Want hij is al voor Timothy en mij dan finishen. En dan heeft hij ook wel het volste recht om 0:40 te hebben, neem ik aan. Ga je niet op een of andere manier proberen om dat nummer toch in jouw bezit te krijgen? Ja, nou, ik heb wel gezien, ik probeer nog wel eens pootje te haken bij trainingen en dergelijke. Maar goed, dat is natuurlijk een oude man op die manier benadelen is ook natuurlijk niet de manier om een marathon te winnen. Nee, ik moet gewoon doortrainen. En dan volgend jaar hoop ik een keer voorop te finishen. Vooralsnog lijkt het erop dat hij gewoon heel goed gaat. En daarom dus toch nog richting een 2:18, 2:19 gaat. En dat zit er bij mij nog niet in. Mijn doel is om onder de 2:20 te komen. Dat is heel lang geleden. En verder wat mannen van de vrouwen die ik op training geef. Ze draaien erg goed. Harm, waar je net over had, Timothy Carano, draait ook heel goed. En ik zal een harde kruikneus krijgen, denk ik, in Eindhoven. Ze hebben moeten strijden wie de beste Eindhovenaar wordt. Maar het is wel hartstikke leuk natuurlijk om tegen die jongens te lopen die je goed kent. Maar ze zullen zeker stevig moeten doortrainen in de laatste week, dat weet ik wel zeker. Je laat het nummer 0:40 aan hem over. Het nummer laat ik aan hem over, het trainingsschema is aan mij, dus hij zal zeker een zware laatste week krijgen. En hoe is het dan om te sparren met de jongens? Nou, in de trainingen lopen vaak niet met ze samen. Dan trainen Timothy en Harm en dan is er nog een jonge Oscar de Keijer, hè, die bij de 40-plus loopt. Die trainen meestal samen. Dat kan ik nog niet aan. Dus ik kan die 10 kilometers kan ik nou goed lopen zonder pijn. Maar ik moet daarnaast niet ook nog eens 2 keer in de week kwaliteit gaan trainen. Dus daar heb ik wel een ander geheim wapen voor. Ik heb een zuurstofapparaat en doe ik wel wat dingetjes voor de komende weken. Als hij nu dus zo goed gaat, kunnen jullie dus ook weer samen trainen, neem ik aan. Ja, we hebben nu echt een super trainingsgroep met Luc, Timothy en Oscar. Dat we met z'n vieren gewoon samen kunnen trainen. Echt dezelfde tempo's allemaal, dus dat gaat perfect. Ik heb donderdag ook met Luc samen onze laatste 400'tjes in de aanloop hier naartoe gedaan. Waarbij ze gewoon om en om lopen. Ja, dat is wel heel lekker. Wat is de volgende wedstrijd op jouw programma? Ik ga volgende week Meersen de marathon lopen, maar dat is... Ik zou Luc gaan hazen, maar Luc heeft het parcours al geprobeerd. Dus die heeft gewoon het hele parcours als proef gelopen en er schijnen zoveel bergen in te zitten. Dat hazen de eerste 15 kilometer al nutteloos is. Waarop ik zei van ja, dan loop ik hem wel gewoon als het lange duur loopt, 2:59. En dan de week erop wil ik wel een snelle halve marathon lopen. Ergens in Deurne of ze dus zeggen zoals het er nu uitziet, in 1:07. Dus waar ik op mee. Heel veel succes. Dankjewel.